Beide ploegen nog niet gewonnen dit seizoen. En bij Almere maakt Walian zijn debuut. De oudspeler van Jong Ajax is de centrumspits in de ploeg van Jack de Gier. Dit is Thomassen, die vorige week in de wedstrijd bij Goethe in de slotfase de goal maakte. Helmersport speelde dit seizoen twee keer gelijk en verloor van Jong PSV op een slimmielige manier. Dit is een goede aanval van Helmersport. Braber, Thomassen, nou schiet hem binnen, Verkennis. En Zelderus staat daar buitenspel. Maar wat een kans voor de ploeg van deze Hendriksen. Met name voor deze gelegenheidsrechtsback Verkennis. Hoekschop aan de andere kant, Mirani. De centrale verdediger van Almere zet de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Ja, wie is verantwoordelijk voor Mirani in deze stilstaande situaties? Nou, Mirani schaakt daar een paar spelers van Helmersport. En zo leidt Almere thuis. Rijsdijk. De voorzet van Buren. Fida. De huurling van PEC Zwolle. De linksback van Almere dit seizoen. Salaziwa, die kennen we nog. Die heeft een goede voorzet. Weggewerkt door de verdediging van Helmond. Dan de omschakeling met Edwards. Thomassen, goed de voordeelregel toegepast door scheidsrechter Martens. Zelderust. Braber komt buitenom. Zelderust. En hier is Braber. Aanname niet goed. Zelderust. Ja, dit was de kans. Het is buitenspel van Thomassen. Ja, de grootste kans tot dusver voor Helmondsport in die eerste helft. Overleg op de bank bij Almere tussen Jack de Gier en Marco Hering. Het regent in Almere, dat ziet u. Dan de tweede helft met Almere en Valpoort. Belangrijke speler in de ploeg van Almere. Varnold. Varnold. Oh! Dat was hem bijna. Walian. Valpoort. Gevaar nog niet geweken. En zo zijn de beste mogelijkheden vlak na rust voor Almere. Met weer balbezit voor McIntosh. De centrale verdediger. Inspelen op Varnold. Varnold met een goede voorzet. Valpoort. Goeie goal zeg. Eerder bij de bal dan zijn directe tegenstander Verkennis. De voorzet mag er zijn. Je hoeft er maar iets aan te raken. En het is bingo. En zo komt Almere op een goed moment in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong. Balverlies van Thomassen. Ja, dit is goed. Valpoort. Heeft wat ruimte. De voorzet. Althans, zo leek het. Maar hij gaat voor eigen succes. Kramer. Rijsdijk. Varnold. Richting Walian. Walian. Dit is de tweede kans voor de centrumspits die zijn debuut maakt. Nouts, de Belg. Namens Helmondsport. Braber. Oeh, wat een kans. Goeie reflex van Kramer. Die voorkomt de aansluitingstreffer. Ja, de ervaren Braber had dit buitenkansje niet moeten laten liggen. Van Buren. De lopende mensen zijn de middenvelders bij Almere. Rijsdijk. Ja, goed gedaan van Rijsdijk. Wat een assist zeg. Het is 3-0. En weer Valpoort met zijn vierde van het seizoen al. Rijsdijk, is dit bewust of met wat geluk? Het is wel 3-0. vijfenzeventigste minuut. Is het hens van McIntosh? Ja, zegt scheidsrechter Martens. Goed gezien door de scheidsrechter. En dus de gelegenheid voor Helmondsport om wat te doen aan die 3-0 achterstand. De voorzet, hier gebeurt nog niets. En hier is het hens. En Zelderust dus vanaf 11 meter tegenover Kramer. Zelderust. En het is 3-1. Maar ja, deze treffer komt veel te laat voor Helmondsport. Almere wint voor het eerst dit seizoen dankzij twee doelpunten van Valpoort. En Helmondsport staat nog steeds op 0 zegens in dit seizoen.